5-3 voor Nederland met Henk-Jan Held aan de opslag. Spelverdeling Avital Selinger in plaats van Peter Blanchet. Peter Blanchet die in het weekend rondkwam met de Italiaanse Serie A-ploeg Catania. En daarom hield Brocking hem buiten de ploeg. Het is onbekend of er nog wrevel is over de stap van Peter Blanchet. In ieder geval hadden de volleyballers er in de eerste set geen last van. Brazilië, jonge ploeg. In voorbereiding op de wereldkampioenschap in oktober in eigen land. Waar ze altijd tot ongekende hoogte reizen. Brazilië tweede geworden dus in de andere groep. Achter Italië. Nederlands team is na de wedstrijden om de World League hier in eigen land. 3 juni was de laatste. 2 weken met vakantie gegaan en daarna weer volop gaan trainen. 4-5 uur per dag met krachttraining. Ron Zwerver brengt de opslag terug. Coach Harry Brocking. Op de vingers gekeken, maar dan goed bedoeld door de vader van deze man, Arie Selinger, hier aanwezig in Osaka in de goed gevulde sporthal. Het finale weekend van de strijd om de World League. Het troetelkindje van de voorzitter van de Internationale Volleybalbond, Acosta. 8-3. Ron Zwerver goed verdedigd. Nederland blokkeerde in het begin van de eerste set heel erg goed. Een aanval was prima. Ingegeven. Aanval van Ron Zwerver. Brazilië behorend bij de absolute top 5 in de wereld. En Avital Selinger. En weer Ron Zwerver. Aanvallend verschrikkelijk goed op dreef. Eenmaals blok tegenover zich. De andere blokkeerder was te ver weg. En een ace via zijn sprongservice. En een time-out van Paulo de Freitas. Jarenlang al coach van het Braziliaanse team. Het verschil tussen de eerste plaats in deze finale pool en de laatste plaats is 160.000 gulden. De Nederlanders krijgen een gedeelte van het prijzengeld krijgen ze zelf te verdelen. En ze waren er echt op gebrand om hier in ieder geval de finale te halen. Opslag van Gorge. Een van de sterkste Brazilianen met nummer 2. Hij heet eigenlijk de Brito. Uitgeslagen Edwin Benne. Stop van Grabert. Avital Selinger. En weer Ron Zwerver. Ik heb het al eerder verteld. Het is een aanpassing, de verandering van spelverdeler. Van Peter Blanchet naar Avital Selinger. Maar de Nederlandse ploeg heeft dat al veelvuldig gedaan. Farinazzo. Bij de Brazilianen staan de voornamen achter op het shirt. Mislukte combinatie via Henk-Jan Held. Nu stop van Ronald Sootsma. Twee spelers verlaten dus het Nederlands team na afloop van de wereldkampioenschappen. Twee basisspelers.
Peter Blanchet en Ronald Sootsma. Coach Harry Brocking maakt zich echter niet ongerust. Hij vindt dat hij genoeg opkomend talent heeft om die plaatsen in te nemen. Bal doorgespeeld door Mauricio de Lima, de grote spelverdeler van Brazilië. Schitterende aanvalscombinatie weer. En weer is de afmaker rondwerver. Nederlands team oogt fris. Het is eigenlijk weer de eerste wedstrijd na anderhalve maand. En ze waren er aan toe. Cuveia is dit, nummer 9. Carlao van zijn voornaam. Grote ster bij de Brazilianen. Stokt even. Bal heeft langdurig contact tussen de twee blokkerers. Normaal geeft de scheidsrechter dan dubbelfout. Maar de kracht van de Brazilianen gaf hier de doorslag. 16. En weer rondwerver die het blok passeert. Avital Seringer. De Lima. De wedstrijd is drie kwartier te laat begonnen omdat hiervoor Italië en de Sovjet-Unie een verschrikkelijk lang en spannend duel uitvochten. De Sovjet-Unie en Italië samen met Nederland en Brazilië doorgedrongen tot de laatste vier van deze World League. Maandag begint in Osaka een congres waarin de toekomst van de World League bepaald gaat worden. Dan wordt er besloten of er in plaats van 8 landen 10 landen gaan spelen. Of misschien zelfs 12, zoals Acosta graag wil. Maar de Europese landen willen 10 ploegen. Het is al zwaar genoeg en het kost al tijd genoeg om al die wedstrijden te spelen. Het moet dan aan het eind van de competitie. Want de nationale teams spelen gewoon in de competitie. En niet zoals bij het Nederlands team helemaal buiten de competitie. Brazilianen komen goed terug. Samuel. Brazilianen die in hun eigen groep vaak voor 10.000 man de thuiswedstrijden spelen. Volleybal is na voetbal de tweede sport in Brazilië. Sootsma. Gaat voor een West-Duitse club spelen in oktober. Redding van Avital Seelingen. En Rob Grabert via de handen van het Braziliaanse blok. Nederland heeft lang op 10 gestaan, maar nu is het plotseling 12-7. Prachtige man die de vrijtas. Blokkerend Nederland, heel goed. En ook aanvallend sterker. Aangeraakt door het Nederlands team. Prachtige aanvalscombinatie. Je ziet drie man omhoog gaan. En het Braziliaanse blok heeft geen zicht op de Nederlandse aanval. Hier de wissel van Peter Blanchet voor Avital Seelinger. Dat gebeurt natuurlijk op een plaats vooraan het net. Want Peter Blanchet is blokkerend natuurlijk van meer waarde dan Avital Seelinger. Maar het is wel de omgekeerde weg. Normaal begon Peter Blanchet als basisspeler. En kwam Avital Seelinger er soms
op rechts achterin. Nu komt Peter Blanchet als vervanger van Ivital Selinger erin op links voor. Twee jaar geleden zou het ondenkbaar geweest zijn dat plotseling twee of drie basisspelers dan het Nederlands team zou hebben verlaten en dat het team dan dezelfde kracht zou houden. Maar coach Harry Brokking is er gerust op dat hij genoeg aanvulling heeft om het Nederlands team even sterk te houden. Of zelfs nog sterker als het nu is. Prachtige gedraaide smash van Ron Verver. Onhoudbaar voor het Braziliaanse blok. Henk Jan Held. In één keer doorgetikt door Mauricio de Lima. Een paar supporters op de tribune in Osaka. De beste prestatie van Brazilië was een tweede plaats bij het wereldkampioenschap in 1982. Ook toen gesteund door een groot thuisfront. En met Cuba, Italië, Zweden, de Sovjet-Unie en Nederland zijn zij de favorieten voor het wereldkampioenschap in oktober. En weer een hele goede sprongservice van Ron Zwerver. Weer lastig. En weer eigenlijk in één keer punt. Twee keer achter elkaar. 14-7 in de eerste set. Weer een hele lastige bal. Maar dan wordt hij heel goed ingeslagen door Tande Samuel. Er spelen weinig Brazilianen buiten hun eigen land. Argentijnen des te meer. En zeker van deze groep speelt er geen één in Italië. Setpoint gaat over. Brazilianen nemen de opslag terug. Constant aan de top in het internationale volleybal eigenlijk Brazilië. Deelnemer aan al de Olympische Spelen vanaf het begin af aan. En Ron Zwerver absoluut niet te stoppen door de Braziliaanse verdediging. Benne. Prachtige beweging van de Braziliaanse spelverdeler, de Lima. Rob Grabert. En het derde setpoint voor Nederland. Lastige opslag en Nederland wint de eerste set met 15-7. En begint de finale ronde voor de World League heel goed. En zijn er erg blij mee. En ze gaan goed door. Ze winnen dan de tweede set
ook met 15-7. En dit zijn beelden uit de derde set. Brazilië staat voor met 10-9. Peter Blanchet aan de opslag. Hij is niet begonnen in deze set. Avital Sellinger heeft het spelverdeel op zich genomen. Duidelijk de basis van coach Harry Brocking. Avital Sellinger, Edwin Benne, Ronald Sootsma, Ron Zwerver, Henk-Jan Held en Rob Grabert. Af en toe kwam Teun Buister in en af en toe dus ook deze man Peter Blanchet. Schitterend weer van Ron Zwerver die heel hoog springt. Van 19 naar 11-10 en 12-10 via dit hele goede blok van Ron Zwerver. En weer de Freitas die in een time-out vlucht. Maar de Nederlandse machine lijkt niet te stoppen. Italië had vlak hiervoor van de Sovjet-Unie gewonnen met 3-2. Na een hele spannende strijd. Het werd 15-9 in de vijfde set. En Italië wordt morgen de tegenstander van de ploeg die deze wedstrijd wint. En het gaat er sterk naar uitzien dat het Nederland is. Het is 12-10 in de derde set. 2-0 voorsprong in sets. 15-7, 15-7. Henk-Jan Held via het blok uit. De Nederlandse ploeg is populair in Japan. Vooral door hun lengte. Ze zijn echt een bezienswaardigheid als ze in Spanje, als ze in Japan over de straat lopen. Carvalho. Prachtige aanval van Ronald Sootsma. Ron Zwerver met zijn sprongservice. Het lijkt wel of hij kracht heeft gekregen. In ieder geval sprongkracht door die krachttraining die het Nederlands team toch weer gedaan heeft in de wedstrijdloze periode. Ziet er ook erg goed uit. Erg goed getraind. Atletisch. Sootsma, 13-10. Twee punten af Nederland van een 3-0 overwinning tegen Brazilië. Bal is in door een aanval achter de 3 meter. Coach Brocking gaf aan dat er gesprongen werd op de 3 meterlijn. Het was ook zo in de herhaling. Rob Grabert brengt de opslag terug bij Nederland. Benne. En weer dat ijzeren blok van Nederland. Met Henk-Jan Held in het midden. Grabert. Goede tegenstand van Brazilianen op het, in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Brazilianen die prachtige wedstrijden gespeeld hebben in de voorronde. Met Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Een veel spannender pool dan Nederland afwerkte tegen Japan, China en de Sovjet-Unie. En Italië dat op volle oorlogsterkte hier in Osaka is. Met het volledige team dat Europees kampioen werd. En waar Nederland morgen
een hele zware dobber aan gaat krijgen. In de voorronde speelde Italië nog met een aantal invallers. Toen waren de absolute topspelers nog niet vrij, want die moesten de play-off spelen van de Italiaanse competitie. Maar de ploeg die de Sovjet-Unie met 3-2 versloeg, was de volledige Italiaanse ploeg op zijn sterkst. Teun Buijs in de ploeg als blokkeerder en dat doet hij goed. Even voor Ron Zwerver. Peter Blanchet met het matchpoint. Aangeraakt door het blok. Moeilijke bal voor Pennen. En die wordt goed geblokt door Brazilië. Farinazzo voor Brazilië. Benne. Prachtige gecamoufleerde smash. En de tweede matchpoint voor Nederland via Ron Zwerver. En hij mag het uitmaken met zijn sprongservice. Bal is uit, niet aangeraakt. En Nederland wint met 15-7, 15-7 en 15-10. De kruisfinale is daar hartstikke blij mee. Coach Brokking ook. De spelers zijn duidelijk opgelucht dat ze de finale bereikt hebben. En dat ze...